In 1862 wordt besloten om een rechtstreekse verbinding te graven tussen Amsterdam en de Noordzee. In het oosten zal dat Noordzeekanaal uitkomen in de Zuiderzee, waar dan nog eb en vloed heersen. In 1870 metselt koning Willem III de eerste steen voor het sluizencomplex tussen Noordzeekanaal en Zuiderzee. En er wordt een loden koker geplaatst met een oorkonde die van de koninklijke belangstelling getuigt. De koning vindt het goed dat de nieuwe sluizen Oranje sluizen gaan heten. In 1871 is het hele complex met 3 schutkolken klaar. Op 18 maart 1872 worden de eerste schepen geschut. Het begin van een stroom die sindsdien nimmer gestopt is. Nou kijk, daar zit het oude metselwerk nog. Dat is van 1870. En in de loop der tijden is er aardig wat veranderd aan die sluis natuurlijk. Vroeger waren dat sluizen met inhammen, wat voor de scheepvaart moeilijk in te varen was. Nu zijn die gelijk gemaakt door houten schotten te plaatsen, zodat er een geleidewerk is waar de schepen langs geleiden. Vroeger werden de sluizen bediend door middel van kettingen die aan de deuren vastzaten. Nu gaat alles elektrisch. Nu wordt het elektrisch bediend. Dat is het sluisleidingscentrum waarvan de sluizen bediend worden op het ogenblik. We hebben contact via de marifoon. De schipper die roept op en dan in het sluisleidingscentrum geeft ze hem antwoord. En dan wordt er gelijk verteld welke sluis dat hij krijgt en wanneer dat hij aan de beurt is. Het meest opmerkelijke aan de Oranje sluizen is wel dat ze meer dan 120 jaar met hun tijd zijn meegegaan. Dat het complex met de 3 kolken van toen vandaag de dag de op 2 na belangrijkste sluis van Nederland is. Maar de rek is eruit. De grenzen zijn nu echt wel bereikt. In de tijd dat het IJsselmeer nog Zuiderzee was, kwamen er onder invloed van eb en vloed constant niveauverschillen voor. Om bij verschillen in waterstand tussen de Zuiderzee en het Noordzeekanaal toch naar binnen en naar buiten te kunnen varen, zijn schutsluizen nodig. Daarbij worden niveauverschillen met behulp van het water zelf overbrugd. Nu er geen eb en vloed meer heerst in het IJsselmeer, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing voor de capaciteitsproblemen het wegnemen van de sluizen. Er zijn immers geen eb en vloed meer op het IJsselmeer. Maar dat kan niet. Stormen kunnen nog steeds behoorlijke niveauverschillen veroorzaken. Bovendien rukt vanaf de sluizen in IJmuiden over de bodem van het Noordzeekanaal en het IJ zout Noordzeewater naar het oosten op. De Oranje sluizen zijn een barrière voor deze zogenaamde zouttong. Zouden de sluizen weggenomen worden, dan zou deze zouttong ongehinderd het IJsselmeer in kunnen lopen. Een ongewenste situatie, want het IJsselmeer is een drinkwaterreservoir. Dus moet er een andere oplossing komen. Al zou je het aan het aantal passerende schepen niet zeggen. Want in 1880 maakten bijna 90.000 beroepsschippers gebruik van de sluis. En in 1992 waren dat er maar ruim 60.000. In 1950 waren er dat ruim 58.000. In 1990 57.000. Dat lijkt geen probleem, maar is het wel. Want als we kijken naar het tonnage dat door de sluizen gaat, dan zien we dat dat alleen al in de jaren tussen 1950 en 1990 haast meer dan vervijfvoudigd is. Conclusie: de binnenvaartschepen zijn groter geworden. We bereiken het punt waarop een deel ervan niet meer in de Oranjesluizen past en een andere route moet kiezen. Nou, als het schip langer is dan de sluis is 83 meter, maar we schutten 90 meter.
Dat doen we om het schip zo ver mogelijk tegen de deur aan te laten varen. Dan kan die deur in feite niet meer open. Maar op het moment dat we het uitvaren, dan laten we eerst de ene deur open gaan. Dan laten we het schip overgaan en dan gaat de andere deur open en dan kan die eruit. Dat heet achter de deur schutten. Maar voor schepen langer dan 90 meter zijn geen trucs meer te bedenken. En daar komt nog iets bij. In 1960 gingen 7.500 recreatieschepen door de Oranjesluizen. In 1990 werden er meer dan 60.000 geteld. Officieel heet het dat de verhouding tussen intensiteit en capaciteit kritisch geworden is. In de praktijk vertaalt zich dat als volgt. Langere wachttijden tot het onacceptabele toe. Gevaarlijke situaties. Niet alleen door de grotere belasting van de kolken, maar ook door verschillen in afmetingen, kwetsbaarheid, motorvermogen, wendbaarheid, stuurmanskunst en ervaring. Ze zijn niet zo gewend als een beroepsschipper om een sluis in en uit te varen. Dus, en als dat dan samen met de beroepsvaart moet, dan ja, geeft dat nog wel angstige toestanden voor die mensen. En als we vooruitkijken, zien we het volgende. De schaalvergroting in de scheepvaart gaat door. In de Oranjesluizen kunnen nu schepen geschut worden met een maximale lengte van 90 meter... terwijl bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnkanaal de vierbaksduwvaart van een lengte van 190 meter kan verwerken. Gezien de welvaartsontwikkeling in Nederland zal ook de recreatievaart blijven toenemen, zij het misschien wat minder stormachtig dan in de afgelopen decennia. Conclusie: de Oranjesluizen hebben inderdaad hun uiterste grens bereikt. Nou, de sluisje zou eigenlijk helemaal gerepareerd moeten worden. Maar we wachten tot de nieuwe sluis klaar is en dan begint de grote renovatie van de oude complex. Technisch gezien kunnen de sluizen niet zo lang meer mee. Maar ze liggen wel in een belangrijke vaarroute. Bovendien geeft de overheid in haar toekomststudie tweede structuurschema verkeer en vervoer aan dat het vrachtvervoer over water gestimuleerd moet worden. Dat lukt alleen maar als de beroepsvaart de ruimte heeft en vervoer over water ook voor opdrachtgevers een economisch aantrekkelijk alternatief is. Dus moest er iets gebeuren om een vlotte doorstroming, ook van grote volumes, mogelijk te maken. Dat betekent automatisch dat de capaciteit van de sluizen uitgebreid moet worden. Dat kon op drie manieren. Verlenging van de huidige kolken, het aanleggen van een heel nieuw complex of het aanleggen van één nieuwe grote kolk erbij. Verlenging van de huidige kolken was onhaalbaar om de simpele reden dat geen van de drie ook maar één uur gemist kon worden. Een totaal nieuw complex zou te veel van het goede zijn. Dus werd in 1984 het volgende besloten. Eerst een nieuwe vierde kolk erbij. En daarna een modernisering van het bestaande complex. Een vierde nieuwe kolk erbij. Maar waar en hoe? Na veel wikken, wegen en rekenen beveelt Rijkswaterstaat een variant aan die tegen de Schellingwouderbrug aan ligt. De Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaar stelt voor om hem breder te maken en een stuk westwaarts te leggen. Dat vergroot de capaciteit. Bovendien kunnen er dan ook hogere transporten door. Dit voorstel wordt in iets gewijzigde vorm aangenomen. De vierde kolk ligt zuidelijk van het bestaande complex. De richtingsas loopt van de middelste overspanning van de Schellingwouderbrug naar de ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal. En hij kan schepen en combinaties tot 200 meter lang, 23 meter 80 breed en met een diepgang van 3 meter 30 verwerken. Hij heeft een eigen bedieningsgebouw en eigen wacht- en opstelplaatsen. Ook voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. De verkeerssituatie is er niet eenvoudiger op geworden, maar dat is goed opgelost. Op 18 februari 1994 werd de eerste sluisdeur van de vierde kolk geplaatst.
Een deur zoals de wereld nog nooit gezien had. Niet omdat die recht is. Rechte deuren die van opzij de sluis ingerold worden, zie je wel vaker. Het bijzondere aan deze deuren is dat ze niet over rails de sluis inrollen, maar op hydrovoeten over een gladde baan de sluis inglijden. Door de hydrovoeten wordt onder hoge druk water tussen de glijvlakken geperst. Daardoor krijg je een dunne, smerende waterlaag waarover de zware deur relatief licht heen en weer bewogen kan worden. Onderhoud en reparatie is makkelijk, want elke hydrovoet kan simpelweg van bovenaf uit de deur genomen en teruggeplaatst worden. Bij een storing aan de hydrovoet behoeft niet de hele sluisdeur uit de sluis gehaald te worden. Voordat deze eerste deur voor de vierde kolk geplaatst kon worden, was er al veel werk verzet. Vooral grondwerk en waterbouwkundig werk. De tweede oostelijke deur werd in augustus 1994 geplaatst. Om op alles voorbereid te zijn en onderhoud mogelijk te maken, is een reservedeur gemaakt. De geleidewerken werden aangelegd en op 23 december 1994 was de hele vierde kolk technisch gesproken klaar en werd het eerste schip feestelijk geschud. Het testen kon beginnen. Inmiddels is dat gebeurd. En is ook het verkeersgeleidingssysteem operationeel dat het verkeer in keurige, veilige banen leidt. Elk schip wordt van vertrekhaven tot eindbestemming gevolgd. En via het scheepvaartbegeleidingssysteem, het IVS-90, reizen alle noodzakelijke gegevens automatisch met het schip mee. Er is steeds precies bekend wanneer het waar zal zijn, zodat eventuele problemen opgelost kunnen worden voordat ze werkelijkheid worden. En zodat de planning van de Oranjesluizen optimaal op het verkeersaanbod kan worden afgestemd. Dus kon op 9 maart 1995, 124 jaar na het plaatsen van de oorkonde door koning Willem III, opnieuw een lid van het Koninklijk Huis een officiële handeling verrichten. Het in gebruik nemen van de vierde kolk van de Oranjesluizen, de Prins Willem-Alexandersluis. De oude kolken worden stuk voor stuk gerenoveerd. De toekomst zal leren of ze dan weer dik 120 jaar mee kunnen. In ieder geval heeft het vervoer over water nu ook hier ruim baan.